onderwerp uitgezocht waar Heemskerk veel mee heeft. Nou, dat is natuurlijk de aardbei. Dus toen dacht ik, dat lijkt me een heel leuk idee om een aardbeibank te maken. Dit is het 12e bankje. En die bankjes, dat is eigenlijk een heel grote wandeling. Wij zijn ontzettend bezig met een vormgever en schrijver om een boekje samen te stellen waarin een kaart zit en een foto van al die bankjes. En wij hopen dat over niet al te lange tijd te kunnen presenteren, kunnen mensen het boekje halen en dan gewoon die wandeling maken. De aarde nabij. Daar zaten ze dan, hele gezinnen, om de aardbei te redden van het leunen in het zand. Was pluktijd van toen om de schuld te voldoen bij het voeden van vele monden. Met dank aan de aardbei die ons behoedde voor armoe en erger misschien. Verbankt als een symbool. Geef nu rust en tijd om daarbij stil te staan. Dan te gaan zitten en blij rond te zien. Dank je. Ja, maar gedachte. En bij aardbei denk je aan Beverwijk, niet zo gauw aan Heemskerk. Ja, dat is zo. Maar op een of andere manier denk ik, als je als buitenstaander je interesseert voor Heemskerk, komt toch de aardbei omhoog. En ik heb begrepen van oud-Heemskerkers dat hier de aardbei niet zo heel belangrijk was. Maar dat er toch wel hier veel aardbeientuinen waren. En dat was nou net om dat extra zeentje aan het eind van het seizoen nog even te verdienen. Waarschijnlijk om naar de kermis te gaan en op te suipen. Dus toch een beetje belangrijk denk ik. Maar niet zo belangrijk als in Beverwijk. Dat geef ik echt toe. En nu heb je zelf de plek uitgekozen. En waarom deze plek? Nou, ik heb niet echt zelf de plek uitgekozen. Dat heeft de Bankjesparade en de gemeente gedaan. Maar hebben wel gevraagd of ik dit een goede plek vond. En ik vond dit inderdaad een hele goede plek. Er is veel reuring hier in de straat. De bank kan leuk gezien worden door veel mensen. Dat vind ik ontzettend leuk. En hij verleurt de omgeving op. Dus dat vind ik wel leuk, ja. En verrast het je dat er elke keer weer zo'n mooi bankje tevoorschijn komt? Ja, dat is. Wij zoeken als bankjesparade zoeken we eigenlijk naar iedere keer andere materialen, andere vormgeving. Want het is niet zomaar een bankje, maar het is een kunstwerk in de toegepaste kunst. Maar ik dacht, hoe maak je van een aardbei een leuke zitmeubel? Het moet ook een beetje speels zijn. Ja, wat ik wel vaker doe is een beeld in schijven snijden en dat dan op een bepaalde manier vormen. En toen dacht ik, nou op diezelfde manier kan ik een leuk en speels zitmeubel maken van een aardbei. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen. En dat moet ik ook nog even vertellen. Buiten ons bestuur, de Bankjesparade, wordt het ook allemaal mogelijk gemaakt door Triant. Op naar het volgende bankje. Op naar het volgende bankje, ja. Daar ben ik ook altijd weer heel benieuwd van wat het gaat worden.